ben gewoon de winkel in met dit mondkapje. Daar ben ik heel blij mee. Ik hoef geen zorgen te maken, ik kan gewoon dus normaal winkelen, zoals ik het wil. Daar ben ik echt heel blij mee, dit is top. Dan hoop ik ook niet dat het dit gaat veranderen, want dan heb ik normaal een drama. Maar straks over een half uurtje heb ik de autorijles. Weer met een asociaal mondkapje op, maar ik mag dus nou gewoon een plastic mondkapje op. Zijn er ook weer? Nou, dat is leuk. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Bij Karin van der werf en Roderick van der werf. Ja, dat zijn wij. Ja, het is vandaag alweer dinsdag 1 december. Het is bijna 12:30 in de middag. Ja, en zoals je ziet loop ik lekker buiten. En dat zal ik ook nog even lekker een stukje blijven doen. En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Kreef, hè? Ja, hè? Lekkere. Lekkere meis. Hoe gaan we lopen? Vertel het eens. Hoe gaan we lopen? Lekker hè, meisje. Mama gaat zo even nog lekker live op video. Kom maar, ga mee. Ja, kom. Baby. Oeh, lekker snuffel. Kijk eens. Kom eens dan. Kom maar. Kom dan. Nee, snuffel, dat is leuker. Hè, meis? Sjokkie, sjokkie, sjokkie. Wil je wat lekkers thuis? Hé, hey, Koekie? Hé? Hey? Wil je lekker kippie? Kom maar. Lekkers. Watertje thuis. Ook dat nog lekker. Hey. Oh, even wachten. Komt er even iemand langs? Hi. Graag gedaan. Kom maar. Ga je mee? Kom dan. Yo, kom maar. Ja. Jee. Goed zo. Ja, goed zo hoor. Ja, meisje. Kom. Kom maar. Kom dan. Nee, echt wel. Kom, lopen. Kom maar. Ja, en jullie zijn er ook weer gezellig. Nou, ik moest even gapen. Maar straks over een half uurtje heb ik dus autorijles. Weer met een asociale mondkapje op. Maar ik mag dus nou gewoon een plastic mondkapje op. Dus die is niet helemaal afgesloten. Daar ben ik heel blij mee eigenlijk, enigszins. En nee, dit heb ik ook nog steeds niet opgeruimd. Dit hangt er allemaal weer bijna een jaar. Het moet er echt een keer binnenkort af. Maar oké. Roderick is hier. En ja, ik ga eventjes mij een beetje nog even relaxen. Ik heb al één vlog alweer klaar. Die komt 5 december online. Jee. En dan heb ik nog vijf vlogs. Kijken, 1, 2, 3, 4, 5 vlogs wat ik nog moet gaan maken. Maar dat doe ik later vanavond. Misschien, kijk, daar hebben we Roderick ook al. Het is hier een beetje frisjes. Ja, dat weet ik. En ik heb hem net wakker gebeld. Yes. Hij ziet er nou niet uit. Nou ja, hij ziet er wel uit, maar hij is nog een beetje moeig. Ja, hij is een beetje moeig. Kijk maar. Hij is een beetje moeig. Dus dat, ja. En ik ga nog even, weet ik veel wat, doen. Ja, komt goed. En moet je eens kijken wat ze lekker vinden. Lekker melkje. Is lekker, hè, melk. En nee, dit is niet normaal melk. Ze krijgen tegenwoordig lekker kattenmelk. Dit is dan nog van de Albert Heijn. Maar ze hebben het ook en bij de Action. En bij elke lokale supermarkt hebben ze het. Lekker hè? Kattenmelk is lekker hè? En dit is namelijk ook speciaal bedoeld voor volwassen katten. Even kijken. Even kijken wat staat. Ik weet dat dit namelijk bedoeld ook is. Kijk, aanvullend. Kijk. Dus dat. Dus daarom hebben ze ook lekker kattenmelk. En dat vinden ze lekker. Dus waarom ook niet? Nee, dat is niet voor jou niet. Nee. Lekker voor hun. Ja, we gaan het eens eventjes een proef op de zon nemen. Ik heb deze mondkapje op. We gaan de Jumbo in. We gaan het meemaken. Of ik zo binnenkom. Roderick sowieso al wel. Maar nu voor mij. Ik heb geen zin in, namelijk in gezeik. En als ik gezeik krijg, kom ik hier voorlopig niet terug. Dus we gaan ergens anders staan. Dus het is voor mij de nieuwe. Waarschijnlijk kom ik zo de winkel heen. Hi, dank je. Yes. Ik ben gewoon de winkel in met dit mondkapje. Ik ben heel blij mee. Ik hoef geen zorg te maken. Het gaat gewoon dus normaal winkelen. Zoals ik het wil. Ik ben echt heel blij mee. Dus dat is top. Dan hoop ik ook niet dat het dit gaat veranderen. Want dan heb ik helemaal een drama. Ja, ik. Want ik... daar zeg ik al, ik vind dit al helemaal niks. En omdat ik dus wel aan het vloggen ben, wil ik wel dat jullie mij gewoon kunnen zien wat ik zeg. Want ja, ik weet niet of ik mensen heb die doof zijn. Of slechthorend. Of ja, dan wil ik wel gewoon dat jullie mij kunnen zien met wat ik zeg. Dus ik ben heel blij dat ik nu zo Jumbo ben. Echt waar. Daar ben ik echt super blij mee. Roderick die komt er zo aan. Die is nog even wat voor mij aan het halen. En dan ga ik eerst even naar de 70% bak. Zo, ga ik even zo. Pardon. Excuseer me. Thank you. Zo, gaan we eerst even hier kijken wat we allemaal hebben voor lekkers. Of wat we niet hebben voor lekkers. Dus even kijken. Dikke... Die kan ik wel, in principe. Als ik denk. Zo. Lekker bakken. Dit is kipsaté. Ja. Ook voor de feestdagen. Alvast even een beetje slim inkopen. Even kijken, wat hebben we nog meer allemaal? Gaan we maar niet doen. Even kijken, yoghurtdip. Nee. En als dat houden moest. Nee, dat is zo moeilijk. Oké, nou ja, dat even. En ik ga even wachten op Roderick. Ja. Die staat nu en bij de kassen zie ik. Dus daar ga ik nu even op wachten. Ja. Hé. Zo gissen. Ja. Ja, zo, en ik heb hem net een mooie foto van jullie kunnen maken. Die zit dan allemaal, hè? Ja, en hun kooi moet weer even schoon. Morgen. Morgen ga ik dat doen. Ja. Zo, gissen. Hé. Hé, manie. Kom maar op het huisje dan. Nee, dan niet. Dan niet. Doei. Zo, wat kijk jij boos? Doe hem weer dicht, oké? Zo, en toen waren we weer thuis. Ja. Weet je, en wat mama zo gaat doen? Eventjes oma bellen. Ja, om te zeggen dat het goed gaat met mij. Hi, schat. Inderdaad, zoals jullie kunnen zien zijn we dus thuis. We zijn dus de Jumbo in geweest. Roderick die heeft wel een waarschuwing gekregen. Met zo'n mondkapje die ik dus ook op had. Zoals jullie wel hebben kunnen zien. Maar ik niet. Nee. Ik heb dus geen waarschuwing gehad. En dat moeten ze ook lekker niet doen. Want dan hebben ze een groot probleem bij mij. Ja. Dus dat gaat goed komen, hoop ik, denk ik toch. Ja, maar weet ik niet zeker. Maar we gaan zo eventjes met eten bezig en gaan zo maar even door. En ik ga even mijn moeder bellen. Ja. Yeah. Hé, ja, zijn jullie er alweer? Nou, zo, ik heb jullie gemist. Nou ja, jullie zien dus al waar ik dus sta. Nou, dat is dus betekent dat ik mijn vlog ga afsluiten. Ja, nou, ik zou zeggen, vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, vergeet dan niet te abonneren. Doe het belletje gelijk aan, want die staat ernaast. Vergeet dan ook zeker niet een duimpje en een leuke reactie. Want dan krijg jij zeker een leuke reactie van mij terug. Wie wil dat nou niet? Een reactie van een vlogster weer terug. Nou, dat wil jij toch? Ik zou zeggen, doe het. En tot dan zien jullie mij morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Doei! Laters, doei!